De stille loop van de Bond van Leraren, BVL, en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname, ALS, heeft gisteren niet veel leerkrachten op de been gebracht. De onderwijsbonden wilden met deze loop hun misnoegen uiten over het huidige onderwijsbeleid. De participanten hebben gisteren gekozen omdat het World Teachers Day was. Het ontslag en mutatie van leerkrachten zijn de belangrijkste zaken die de BVL en ALS dwarszitten. Daarnaast zijn de onderwijsbonden ook niet tevreden over het tempo waarop het herwaarderingsprogramma wordt uitgevoerd door de overheid. Volgens bondsvoorzitter Wilho Valies is het onderwijs momenteel door deze zaken in een gevaarzone beland. Hij zegt dat weinig leerkrachten hebben meegedaan omdat ze nog moeten wennen aan deze manier van protesteren. Voor het eerst dat we op Teachers Day zo'n actie hebben georganiseerd. Misschien is dat nog een beetje nieuw voor ze. Maar goed, ze moeten daar aan wennen. En dat idee dat je op Teachers Day alle aandacht van de overheid, alle aandacht van die samenleving wil hebben. De onderwijsbonden zijn bij de stilloop ondersteund door assembleeleden en andere protestgroepen uit de samenleving. Valies is blij met deze ondersteuning. Hij benadrukt dat deze strijd niet alleen door leerkrachten gevoerd moet worden. Het gaat niet alleen maar om de leerkrachten, want zoals u weet, de leerkrachten zijn de dragers van het onderwijs. Die leerkrachten hebben problemen op dit moment. Eigenlijk is die demotivatie eigenlijk bijna tot nul gereduceerd. Vanwege de bejegening van de leerkrachten door de overheid. Dat zorgt ervoor dat ze eigenlijk geen spirit, geen zin meer hebben om dit werk voor te zetten. En als de leerkrachten in zo'n situatie terechtkomen, dan begrijpt u dat het een probleem is. Want als die leerkrachten niet gemotiveerd zijn, hoe gaan ze die studenten motiveren? Dus BVL en ALS voorzitter Wilho Valies gisteren tijdens de stille loop van onderwijsgevenden. Deze actie die bedoeld was als waarschuwing naar de regering toe, heeft weinig onderwijsgevenden op de been gebracht.